Dit verhaal is er een van de vele die getuigen van wat voor ellende oorlog teweeg brengt. Ik neem aan dat we ze vertellen om de mensen te waarschuwen dat de oorlog in en in slecht is en ten koste van alles moet worden vermeden. Misschien wel tegen beter weten in, want wereldvrede schijnt niet te bestaan. Er is immers altijd wel ergens oorlog in de wereld. Nochtans blijven we hopen dat onze verhalen tenminste de kans op oorlog verkleint. Het is daarom dat ik aan deze jaarlijkse herdenking wil bijdragen. Wat ik te vertellen heb is een handvol herinneringen aan mijn leven als kind van 3 tot bijna 6 jaar. In 2 Japanse concentratiekampen en de impact daarvan op mijn verdere leven. Ik ben geboren in 1939. In Semarang, Nederlands-Indië, als kind van een leraar en een moeder die het huishouden bestierde. Ik was het 4e kind, dus waren er 2 broers en een zus voor mij. Er was een wereldoorlog aan de gang. Nederland was in oorlog met Japan. En Japan rukte op naar richting Australië en Singapore werd ingenomen. En toen Singapore was ingenomen, toen wisten we eigenlijk, nou dan zal het hier ook wel komen. En zo zijn de Jappen zijn op een gegeven moment binnengevallen. Mijn vader was krijgsgevangen. Hij is op Ambon is hij in een krijgsgevangenkamp gezeten. Mijn moeder heeft me verteld dat ik in mijn bedje stond. Ik denk dat ik 2,5 was zo. En ik riep alsmaar tegen die Jap die daar binnen was gevallen in het huis. Jangan pigin mati. En dat betekent maak me niet dood. En wij zijn toen op een gegeven moment naar een concentratiekamp gebracht in Semarang. Iedereen kreeg dan maximaal, misschien is dat nog te rooskleurig, voorgesteld, maar ik kreeg 2 vierkante meter voor ter beschikking. Alles veranderd. Van de hemel was je toch wel in de hel terechtgekomen. Mijn 2 broers, die waren net, één was al een paar jaar over de 10 jaar heen en de ene die werd in het kamp 10 en die werden afgevoerd omdat in de ogen van de Jappen jongens bij 10 jaar mannen aan het worden zijn. En die horen niet meer bij de vrouwen. Waarom is het zo stil in het kamp? Waarom ben ik zo alleen? Waar is mijn moeder en waar zijn mijn beide zusjes? Waarom zie, hoor, ruik en voel ik al die mensen niet? Er moet toch een hels kabaal zijn geweest, maar in mijn herinnering is het doodstil. Dat moet een kabaal zijn geweest, maar dat is dan wat ik me bedenk. Maar ik kan mij dat niet herinneren. Dat heeft mij later al zo beangstigd eigenlijk, dat klopt niet. En dat is een overlevingsstrategie die werkt voor het moment, maar die later de nodige problemen met zich meebrengt, omdat je je... Die afzondering, die dus jou zo geholpen heeft, ja, dat ga je op een gegeven moment als instrument in je leven gebruiken. Maar als je je op die manier voor iets afsluit, doe je dat automatisch voor alles en iedereen, inclusief je dierbaren. Deze overlevingsstrategie werkt wel, maar niet uitsluitend voor die specifieke dingen waar je je voor wil afsluiten. En de prijs die ik voor die psychische truc heb moeten betalen, is die totale bangmakende stilte waarvan je je later pas bewust wordt en zo'n last hebt. En daarmee meet je je tevens ongewild een enigszins afstandelijke levenshouding aan. Gelukkig hebben de therapieën die ik heb gehad in hoge mate helend gewerkt.
Zo heb ik dus alle pijn nog eens een keer helemaal doorleefd. En naar buiten geschreeuwd en geslagen. En daardoor is het niet afgelopen, maar heb ik het geïnternaliseerd, zullen we maar zeggen. Kan ik ermee omgaan. En zo waren er na de oorlog 87.000 mensen met hun eigen kampverhaal. Ongeveer 13.000 van de in totaal zo'n 100.000 geïnterneerden in Indië hebben hun verhaal nooit kunnen navertellen. Dit zijn wat mij betreft 100.000 redenen te meer waarom de mensheid na zo'n oorlog steeds maar weer, en ik vrees tevergeefs, en tegen beter weten in zeggen, nooit meer oorlog.